Ik ben dus wel allergisch aan verven. Maar hoza, kamelen zijn ze een vieze beesten. Ah, voor shit. Oh, sorry. Ah, kijk, doe me. Ah, smeerlap. Oh, oh, sorry, ik dacht dat geen lama was. Beste kandidaten, zometeen moet jullie een aantal vragen beantwoorden over de mol. Wie de minste punten behaalt, moet onherroepelijk naar huis. Cathy. Stel nu dat ik vind dat Gilles de mol is, wat ik ook echt vind. Hoe weet de computer dan dat ik Gilles bedoel en niet jij, want hij heet ook Gilles? Ja, dat is wel waar eigenlijk. Ja, pak nu dat ik u verdenk, dan gaat de computer toch niet denken dat ik mijn eigen verdenk of zo. Wel, de computer weet dat de naam Gilles de naam is van de kandidaat. Ik ben ook Gilles, maar ik ben niet de mol, maar wel de presentator. Dat is niet waar, ik heb altijd op u gestemd. Ik pees ik dat presentatoren als ze van die vlot man waren met zo'n skuwe tandpasta glimla. Ja. De kandidaten moeten vragen beantwoorden over de mol. En dat is soms niet eenvoudig. Dat is de mol gisteren in Gilles net. Hoe snel ging dan de trein tussen Brussel-Noord en Chimay op 6 augustus? Mijn mollenboekje. Hoe lang is de draagtijd van een zwangere mol? Ja, hoza. De verbom die ontploft op Ruud was die een kleur van een gedeerrood of eerder karmijnrood. Ja, dat is gemakkelijk. Wacht, hè. Dat was een karmijnrood. Is de mol nog maagd? Waar zie je jezelf binnen 5 jaar? Ja, binnen 5 jaar heb ik mijn eigen programma op 4, hè. Zoals me dat beloofd hebben. Straks in de mol. Moza! Hallo, Wouter? Ja, Wouter, we zitten met een gigantisch probleem. Beste vrienden, jullie kennen het. Wordt het scherm rood, dan moet je naar huis. We beginnen. Ik had die. Mijn hoze. Eindelijk. Het werd tijd. Cathy! Cathy! Wat? Enfin, wat is er nu fout gelopen? Hoezo? Maar jij bent toch de mol? Ja. Ja, maar je hebt jezelf geëlimineerd. Goed, hè? Nu ben ik zeker niet meer verdacht. Maar goed, mol. En nu? Ja, hè? Oh, Cathy, toch. Ja, hier wachten. Dat zijn de kloten, hè. Doe toch. Gilles, kun je mij niet gewoon in een auto steken met een verfboom? Nee, dat hebben we al met Ruud gedaan. Ik heb het. We geven iedereen rohypnol en voilà, we vergeten deze aflevering. Wacht, van iemand anders de mol? Ja, wie dan? Ruud? Als dat mag, wil ik wel de mol spelen. Niemand gaat dat zien aankomen.